Ik ben Theo Bloks, mede-eigenaar van Bloksboeken. Voormalig werkzaam geweest bij De Slechte en daarna Polade op de Melkmarkt. Dat is een beetje misgegaan daar en daar hebben we het initiatief opgepakt om zelf een boekhandel te beginnen. En wat ging er toen mis bij De Slechte? Ja, wat ging er mis? Dat is de oorzaak van diverse dingen. Ontlezing, elektronische boek, de crisis. Ja, inderdaad. En dat het mismanagement, een stukje mismanagement, wat ook niet mee geholpen heeft. En hoe gaat de opening tot nu toe? Dat is best wel druk hier. Het is enorm druk. Het is heel leuk om allemaal oude vrienden, kennissen en zelfs collega's, oude collega's te zien. Mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Het is inderdaad erg druk, ja. Heeft u al reacties gehad over de winkel? Alleen maar positieve reacties op dit moment. Mensen vinden het heel leuk. De materialen die we gebruikt hebben, hout, steen, metaal. We hebben alles bewust laag gehouden, dat de mensen ook naar buiten kunnen kijken. We hebben hier een leuk zitje waar mensen hun boek kunnen bekijken, mensen kunnen koffie pakken. Ja, we proberen hier een sfeertje te creëren dat mensen graag weer terugkomen. En leest u zelf ook boeken? Ja, in de vakantie lees ik sowieso een stuk of 10 boeken. Alleen overdag dan ben je elk boek dat je inkoopt, ben je al eigenlijk aan het lezen. Ik vergelijk het altijd een beetje met de frietkar. Ik denk niet dat die meneer ook s'avonds patat gaat eten voor zijn diner. En wat verwacht u nu van de toekomst van Bloksboeken? We zijn net 3 maanden bezig eigenlijk. We zijn begonnen in de komkommertijd. Dus ik denk dat zometeen begint het allemaal weer lekker aan te lopen. En de aanloop is gaat alweer omhoog. Vrijdag en zaterdag is het al lekker druk in de winkel. Maar hoe meer mensen het weten, hoe beter het is. Mond-tot-mond reclame is voor mij het allerbeste. Dat mensen weten dat we hier zitten en dat ze het verder vertellen. Mijn naam is Hans Offringa. Ik ben whisky, schrijver, fotograaf en presentator. En u heeft een boek geschreven, dat staat u hier te signeren in de vernieuwde winkel. Hoe gaat dat tot nu toe? Ja, ik heb hier een aantal van mijn boeken meegenomen vandaag voor de feestelijke gelegenheid van de opening van Bloksboeken. Wie bij mij een boek koopt, krijgt een glaasje whisky, want ik schrijf heel veel over die drank. Ik heb ook een complete drank- en klanktrilogie bij me. 3 verschillende delen. Whisky en jazz, bourbon en blues en rum en reggae. Dat is eigenlijk een uitstapje, maar het hoort er wel een beetje bij. Heeft u al reacties gehad van mensen over uw boeken? Ja, we hebben de eerste boeken al mogen verkopen. Mensen zijn enthousiast. We hebben ook een hele bijzondere whisky meegenomen. Writer's Tears. Dus dat past ook een beetje in het thema. Dat is een hele zachte Ierse blend. Die speciaal ontwikkeld is om gezellig een glaasje te drinken bij een boek. En wat vindt u van het vernieuwde Bloksboek? Nou, ik ben bijzonder blij dat Theo Bloks nog in Zwolle is. Want toen De Slechte dichtging, dat heette een tijdje ook anders, ging er wel iets verloren in Zwolle. En nu hij hier weer op de Boekenboulevard, zoals we tegenwoordig noemen, naast Westerhof zit. De een doet nieuwe boeken, de ander gebruikte. Vullen elkaar prachtig aan. Ik denk dat het heel waardevol voor Zwolle is. Dank u wel.